Leonie Schippers, de projectleider van het project Water. En van deze school, het Lutterveld. Klopt. Kunnen we zeggen dus wat het inhoudt? Ja, de gemeente heeft een reconstructie hier gedaan in de Rumeslanden en in de buurt. Er is onder andere een vijver gekomen om het water op te kunnen vangen in de toekomst. En naar aanleiding daarvan zijn de waterweken ontwikkeld. En dat is een samenwerking tussen Averdam Welzijn, waar ik werkzaam voor ben, de gemeente Almelo en het kindcentrum Sluitersveld. En dit jaar is de tweede keer de waterweken. En de brandweer is op visite om uitleg te geven over een brandweerwagen aan de jongere groepen. Van 2 tot 8 jaar ongeveer. De grotere groepen hebben dus andere activiteiten zoals de imker, de survival lessen op de school. Dus zo hebben we het een beetje verdeeld naar groepen, zeg maar. Ja. Gaan we even kijken. Nederland loopt aan de achterkant van de auto. Hier in de buurt zit er ook in, op die hoek van die muur daar. Rookmelders, ik hoor het al. Jij hebt ze ook, denk ik, of niet? Thuis. Ga je vanmiddag met je. Oh, dan is het goed. Hé, er komen heel veel vragen, maar ik ben ook beperkt in tijd. Want er staan nog meer klassen te wachten. Ik wil jullie even laten zien hoe het water uit de straalpijp komt. Oké, leg maar neer. Wat hebben ze daarvoor nodig? Wat is een brandweerslang of niet? Zien wij een brandweerslang hier of niet? Ja. Ja? Ja. Oh ja. Yes? Nou, hey, bedankt voor jullie aandacht. Zeggen jullie daar. Dank je. Dank je wel. Succes vandaag op school. En meer volwassenen. Nou zit hij in de camera. Dan rukken we uit en dan doen we een fles op de rug en dan pakken we een volle tof. Heel leuk, kom maar iets dichterbij dan. Hoef je er niet doorheen. Kom maar even bij. Vandaag. Ik vind het heel goed. Ja, was erop. De brand geblust. Vullen jullie dan met al het water weer bij de brandweer? Ja. Niet bij de brandweer, in principe gewoon met dezelfde kranen. Laten we gewoon wat langer doorlopen tot de tank weer vol is. Opwaartse kracht, zo werkt dat. Dan is je tank vol. Als je het dopje naar beneden gaat, de tank steeds meer leeg. Nou, leuk wel, hè. Als die leeg is, dan moeten we even met of deze. En als je verder naar achter gaat lopen. Benaderd door Averdam om hier op deze basisschool wat uitleg te geven over het gebruik van water bij brand in het kader van een waterproject. En zo is het eigenlijk een beetje tot stand gekomen dat ik hier met een tankhouderspuit ben gekomen om wat uit te leggen aan alle groepen kinderen van de basisschool. Ja. Doen jullie dit vaker, dit soort werk? Incidenteel. We hebben binnen Brandweer Twente hebben we daar een eigen team voor die dat doen. En die waren redelijk vol. En op speciaal verzoek willen we nog eens een keer daarvoor aangeven dat we dit gaan uitvoeren. Kleintjes genoten er wel van. Ja. Ja, volgens mij vonden ze het wel leuk, hè? Ja, dat is meestal bij een rode auto zo. Ja, gewaardeerd beroep. Ja,